De 54ste Nationale Kunstbeurs is gisteren geopend in Hotel Krasnapolski. De eerste Nationale Kunstbeurs is gehouden op 12 november 1965. De kunstbeurs is een jaarlijks terugkerend evenement waar kunstenaars hun werken exposeren en verkopen. Maria Garcia, ondervoorzitter van de Culturele Kunstassociatie van Frans-Guyana, Mitaraka, bedankte allereerst de artiesten die het lef hadden genomen om het beste van hun werk te laten zien. Hierdoor kunnen bezoekers genieten van goede kunst. Garcia geeft verder aan dat de associatie voor de eerste keer een bezoek aan Suriname brengt en stelt het zeer op prijs dat de Stichting Nationale Kunstbeurs haar heeft uitgenodigd voor deze 54ste editie. It has been for us a very important event, a very important experience to grow up. And the objective this year is to get closer in collaborations, in future collaborations with Suriname and other countries, also in South America and Central America and the Caribbean countries. Tonight, I came with four artists in my team. Mr. Rafi is representing Africa, Benin, wonderful work. Mr. Garcia from Colombia, Madame Devisser from France and French Guyana. And the last one Neil Regina, because I don't see him from here. And so I hope I wish you a very beautiful day with the National Kunstbeurs. Michel Brahim, voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, is blij met de opkomst van bezoekers voor de opening van de beurs. Brahim zegt verder dat de Nationale Kunstbeurs met haar 54 jaren springlevend is. Dat is volgens hem duidelijk te merken aan de artiesten en de werken die worden tentoongesteld. De Stichting Nationale Kunstbeurs benadrukt ieder jaar het belang van de beeldende kunst. En dat doen we door te wijzen op het belang bij de ontwikkeling van kleine kinderen, van baby's af, 6 maanden, tot dat je volwassen bent. Het is bewezen dat de hersenen beter ontwikkelen door het ervaren van beeldende kunst. En die brede ontwikkeling, die maakt ons als mensen beter. We ervaren welzijn beter daardoor. En we zijn bovendien productiever naarmate we beter ontwikkeld zijn. Dus allemaal pro-argumenten voor het ervaren en het kennismaken, het leren van beeldende kunst. Maar dat betekent ook dat we in ons scholingsprogramma die beeldende kunst een goede plaats moeten geven. Tot zover Michel Brahim, voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs. Hij sprak gisteravond tijdens de opening van de 54ste Nationale Kunstbeurs. De Culturele Kunstassociatie van Frans-Guyana doet dit jaar voor het eerst mee met deze beurs. De Nationale Kunstbeurs 2019 wordt de komende 9 dagen gehouden in Hotel Krasnapolski.